Het Centrum Elker Eek groepeert diverse actiegroepen. Oxfam, Release, Internationale Vrijwilligershulpdienst, de Protestantse Jeugddienst op Vrije Voeten, de Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens, Burgerdienst voor de Jeugd, Infodienst en Jongerenadviescentrum JAK. En dan nog dit. Om het in kort te zeggen, Elker Eek is een contactcentrum voor verschillende sectoren die zich bezighouden met veranderingsprocessen, vernieuwingsprocessen, actieprocessen in de samenleving. Daarnaast is er ook de Volksuniversiteitswerking. Volksuniversiteitswerking is typisch uitgebouwd door een groep mensen die zich toeleggen om speciaal de grootstad Antwerpen allerlei vormingscursussen te organiseren. Ja, in het begin van Elker Eek was het natuurlijk Hugo en Flor. Hugo was de man op de achtergrond een beetje. De man die er moest zien dat er geld was, de man die zorgde voor connecties. En Flor was met de man met de 1000 ideeën per uur, die van alles wou, van alles begon, zich over financiën en over praktische organisaties zo veel minder vragen stelde. Maar dat, qua ideeën waren dat twee handen op één buik, dat was wel heel duidelijk. Hugo stond voor goed bestuur en Flor was voor de creatieve impuls. En soms botste dat heb ik dan later hier in Antwerpen meegemaakt. Maar toen was dat nog wel een gouden duo. Elker Eek is eigenlijk begonnen vanuit een aantal elementen, factoren die in mijn eigen leven belangrijk zijn. Ik heb 68 in Tübingen meegemaakt. Ik heb in Spanje, Spanje van Franco, de mensen leren kennen die later in Zuid-Amerika, in de guerrilla. En toen ik ook naar Zuid-Amerika wilde gaan, zeiden die mannen tegen mij: Hugo, blijft in West-Europa, want daar moet het gebeuren. En zo is eigenlijk Elker Eek begonnen met een soort poging om iets aan de maatschappij van vandaag te doen. Toen ik hier als jonge snaak begon mijn stage te doen, heb ik hier woorden geleerd waar ik tevoren nooit van gehoord had. Zoals politiserend vormingswerk. En van Flor Fischer heb ik dan geleerd dat een aantal mensen volgens hem in een politiek vacuüm leefden. Hij bedoelde daarmee dat mensen zich niet meer thuis voelden in traditionele partijen en andere plekken zochten of andere partijen, maar die waren er nog niet op dat moment. Hè. Waar ze hun ideeën en hun engagement in kwijt konden. En dus was het belangrijk dat Elker Eek apolitiek was in de zin dat het aan geen enkele partij verbonden was. Wij hebben altijd contacten proberen op te bouwen met alle mogelijke partijen, maar we hebben ons altijd vooral gericht op de nieuwe sociale bewegingen. We hebben altijd geprobeerd om rond nieuwe maatschappelijke thema's, vredesbeweging, vrouwenbeweging, milieubeweging, derde wereld, om daar rond initiatieven in gang te krijgen, nieuwe impulsen te geven om nieuwe organisaties mee van de grond te krijgen. De politieke rol van Elker Eek mag niet overschat worden, in de zin dat zij niet de dominante speler was in heel dat, wat ze achteraf noemde, het netwerk van nieuwe sociale bewegingen, maar toch wel een katalysator. Elker Eek was een soort broeikas, waar mensen met ideeën ook die ideeën konden omzetten. Want structuur, dat was een van de centrale woorden. En omzetten in structuur, dat wilde zeggen in nieuwe organisaties. Als je van een stroming een beweging wilt maken, moet je ze structureren. Dat is wat sommigen recent nog vergeten zijn met de Occupy-beweging. Uit Elker Eek groeide dan in die broeikast
10 of 15 organisaties, waarvan de meeste trouwens nog altijd bestaan. Men maakte daar een politieke vertaling van, zodanig dat dat thema, noem bijvoorbeeld kernenergie, of later noem het de vredesgedachte, toch wel wat politiek gewicht kreeg naar de zuivere politieke wereld. Dus in die zin waren wij ook een soort bemiddelaar of middelaar tussen wat er leefde aan de basis en de doorstroming naar het politieke. Dus op die manier heeft Elkhoek wel een grote rol gespeeld om mensen die aan de onderkant van de samenleving belanden of beland zijn, om structuren te ontwikkelen, waardoor dat die opnieuw kansen kregen om aansluiting te vinden bij de samenleving. Wij zijn niet achter de tafel gaan zitten en gezegd, wij gaan nu de maatschappij veranderen, wij gaan nu politiserend vormingswerk doen. Nee, nee, dat is iets waar dat je stilletjes aan in groeit. En door woord en wederwoord, en vooral door de weerstand die dat oproept in uw omgeving, ervaart je dat je bij iets belangrijk bezig bent. Wij zaten in een bepaald gebouw dat eigendom was van het bisdom Antwerpen. En binnen de 6 maanden werden wij beide aan de deur gezet. Wij stonden op straat en daarom zijn wij naar Antwerpen getrokken. Want we zeggen, we moeten een huis vinden in het midden van de stad waar het gebeurt. En dan hebben we in de Conscientiestraat dat huis gevonden. Dat was een vroeger Joods cultureel centrum. En wij zijn er binnengetrokken. De eerste maanden hebben wij gekampeerd, want die accommodatie daar, ik kan je verzekeren. Dan zijn we, en dat is Flor en ik, naar Amsterdam gegaan. En er was een toneelstuk en dat heette Elker Ik. Geschreven gelijk het nu geschreven wordt. Elker, dat is de oude spelling. En ik. En wij vonden dat eigenlijk, die combinatie van oud en nieuw, een boeiende samenvatting. Hugo kan ontzettend veel mensen inspireren. En dat heeft hij ook gedaan. Niet alleen in Leuven, waar Elkerik Leuven uit is ontstaan, waar Elkerik Leuven is ontstaan, maar ook eerst in Brugge, maar dan zeker in Gent en in Turnhout en in Mechelen. Zijn er onderafdelingen, maar dat is eigenlijk een verkeerd woord, want dat zou veronderstellen dat de moederschoot Elkerik Antwerpen de machtige kop was en wij maar de ledemaatjes. Terwijl ik nooit het gevoel heb gekregen dat we gefnuikt geweest zijn in de werking die we wilden hebben. Tijdens mijn burgerdienst werkte ik al mee om het tijdschriftje dat we toen hadden van Elkerik te layouten. Dat gebeurde toen nog met plaklettertjes en getypte teksten die uitgeknipt werden en zo. Kortom, heerlijk amateurisme. Maar met oplages die nu versteld zouden staan, waar veel literaire auteurs jaloers op zijn, tot 2000, 3000 exemplaren in abonnees hè, uitgedrukt. Dat is dus heel veel hè, in de huidige termen. Drukwerk was in die tijd eigenlijk een luxe artikel. Dat was vrij duur. Dus drukwerk laten doen, dat was een zware uitgave. Dat werd dus heel weinig gedaan. Men stelde zich tevreden met zwart-wit stencils meestal. Men was daarover verwonderd dat ik dat georganiseerd kreeg. En dat deed dan Hugo een jaar later vermoeden dat ik wel geknipte man zou zijn om een drukkerij over te nemen. En dat was dus de start van drukkerscollectief De Vrikker in 1975. Het is wat uit de hand gelopen. Ik was jaren verantwoordelijk voor de vrouwenwerking en dat wilde zeggen aan de ene kant politiek werk doen om de stem van vrouwen maatschappelijk te vergroten, maar eigenlijk ook individueel werk doen met de vrouwen zelf, empowerment. Assertiviteitstrainingen, zorgen dat vrouwen een stem kregen en ja, proberen dat op politiek vlak te doen. Vrouwen die hier naar Elkerik kwamen, veranderden soms van werk, stopten soms met een relatie, gingen veel dieper nadenken over hoe de wereld eruit zag en wat hun plek daarin was en hoe dat zij maatschappelijk iets konden betekenen. De mensen veranderen niet door theorieën veranderen niet door te studeren. Mensen veranderen door ervaringen. Dus het verschijnsel Elkerik is dat er zoveel mensen waren die allerhande ervaringen naast elkaar zitten, op elkaar zitten. En dat je zo een schwung krijgt, een stroming, een kracht, die weer een nieuwe acties
genereerde. De belangrijkste campagne was de campagne van abortus uit het strafrecht. En dat was een campagne die we opgezet hebben met een positieve boodschap. Gewenste kinderen, gelukkige kinderen. En niet zo lang daarna is uiteindelijk, na natuurlijk lang strijden voor dit item, is abortus effectief uit het strafrecht geraakt. Welke datum? 9 september. 7 september zijn wij samen ingetreden in de Jezuïtenorde, de Societas Jesu, en in het noviciatus in Drongen. Daar hebben wij samen toen 2 jaar doorgebracht in hetzelfde noviciaat. En dan ben je een broeder voor het leven. Mijn sollicitatiegesprek was voor de stuurgroep, waar de 25 mensen rond tafel zaten die mij interviewden. Vragen kwamen langs alle kanten. Het was op dat moment redelijk indrukwekkend. Maar ook typisch voor elk kriek dat iedereen betrokken was op alle niveaus van de besluitvorming. Dus ook welke nieuwe thema's dat er gelanceerd werden, welke mensen dat daar werden op ingezet, hoe dat de taken verdeeld worden, het bepalen van de strategieën, dat waren allemaal dingen die in groep gebeurden. De idee van het zelfbestuur, zoals dat toen heette, vind ik een bijzonder belangrijk experiment, omdat dat zeker op dit moment totaal abnormaal was, dat mensen in groep samenwerkten zonder hiërarchie. Een van de projecten die uit die broeikas gekomen zijn, is de Krieker. En de Krieker was eigenlijk een project, een beetje een hoog categorie ten opzichte van die anderen, want de meeste andere projecten gingen rond maatschappelijke thema's, in inhoudelijke zaken, maar de Krieker was een garage. In de Antwerpse gemeente Hoboken ligt een kleine garage die zich gespecialiseerd heeft in het populaire en democratische wagentje R4. Maar dit is niet zomaar een garage. De Krieker is een garagecollectief. 4 jonge mensen werken er samen in zelfbeheer. Zonder baas dus. De Krieker is een VZW die deel uitmaakt van de Volkshogeschool Elkerik. Bob werkte vroeger als opbouwwerker bij Elkerik en begon in zijn vrije tijd wat aan auto's te sleutelen. Zijn klanten vroeg hij een bijdrage te storten op de rekening van de Volkshogeschool. Op termijn willen wij ook de winst die de garage hopelijk zal gaan maken ook aan Elkerik doorgeven. Zij kunnen er ook maar baat mee hebben voor de verdere uitbouw van hun werking. In de Krieker heeft elke werknemer evenveel te zeggen. Wekelijks gaat men samen zitten om afspraken te maken over de werkverdeling, over de inrichting van de garage, over de aankoop van auto's en materiaal, over de relaties met de buitenwereld. Het is niet alleen zuiver functioneel dat die afspraken gebeuren op die vergadering, het is ook rond conflicten die er groeien, dus werken in zelfbeheer zonder baas. Dat brengt uiteraard wel een aantal moeilijkheden mee. Niet meer dan werken onder een baas, maar andere moeilijkheden. En dat heeft een hele tijd goed gedraaid, tot dan die automarkt totaal veranderd is. De R4'tjes zijn uit de markt gegaan. Die kleine garages zijn allemaal verdwenen. En zo is ook de Krieker mee in die verandering eigenlijk mee verloren gegaan. Eigenlijk. Een van de dromen van de Krieker was dat ze door dat bedrijf zo te runnen, een soort model of een voorbeeld van een coöperatief konden zijn voor anderen. En in de Vrikker is dat nu nog altijd zo. De 9 mensen die er nu werken, zij vormen samen de raad van bestuur. En extern, wat dat ook zeggen, dat wij betrokken waren op de wereld, op de maatschappij. En dus ook die klanten die daarmee bezig zijn, dat zijn onze geprivilegeerde klanten. Dus dan ook, ja, nu zijn dat vakbonden, Groen als partij. Soms ook iets van SPA. Afdelingen van Natuurpunt, dus uit de milieuhoek hebben wij wel wat klanten en zo. En ook andere dingen die daar niet mee bezig zijn, maar ja, onze interesse ligt toch bij dat soort klanten die ook nog met de maatschappij bezig zijn. In andere jobs ben ik ook heel vaak geconfronteerd geworden met vormen van participatie of betrokkenheid. En ik kende natuurlijk de motiverende energie die daarvan uitging. Maar ik heb in andere organisaties waar ik gewerkt heb ook geleerd dat er ook een ander kantje aan zit. Als je vraagt aan iedereen
ongeacht scholingsgraad, ongeacht de functie, vraagt om over alles te beslissen, dan krijg je de facto de beslissing van degenen die informeel buiten de vergadering eigenlijk al beslist hebben. Zelfbeheer leidt tot gedragen beslissingen, maar soms ook tot middelmatige beslissingen. Een vergadering van 30 mensen laten beslissen over een affiche is flauwekul. Dat is dus flauwekul. En die illusie hadden we soms. Ja, dus op een bepaald ogenblik kregen we het bericht in de Conscienciestraat dat we daar weg moesten. En toen is na wat zoeken en wat denken en vooral veel cijferen en tellen beslist om te proberen een ander pand te kopen. Dan zijn we eigenlijk dus vlakbij de Conscienciestraat, eigenlijk in de achtertuin bijna, op dit pand gestuit. Maar in het begin was niet iedereen er enthousiast over, want als je hier nu binnenkomt, kun je niet meer voorstellen hoe dat eruit zag toen we hier de eerste keer binnenkwamen. Dat was een magazijn dat al 10 jaar leeg stond, met een lekkend dak. Een ruïne. En dat vroeg dus wel een beetje verbeelding om hier een vormingscentrum, een broeikast, een ideeënfabriek in te zien. Ja, de Dree die zag daar mogelijkheden in. En dan zijn er mensen opgetrommeld, architecten, met de vraag, is daar iets van te maken? We hadden geen geld om zomaar een aannemer te nemen, maar we hebben dan iemand gevonden, een ingenieur met handen aan zijn lijf, die ongeveer alles zelf kon doen. Flor Broes, die coördineerde ook de werkkampen en de vrijwilligers. En die kreeg de instructies van de architect en kon met de architect bespreken hoe we de dingen moesten doen. In dit gebouw stond een houten trap van 5 verdiepen hoog. Die kon onmogelijk blijven staan, hè, om veiligheidsredenen. Er was ook een wankeltrapje. Er moest dus een trap ingemetst worden, breed genoeg om alle mensen naar de vergaderlokalen te krijgen, 4 verdiepingen hoog en naar al die kantoren. We hebben dus geen metser gevonden die het zag zitten om zo'n bouwwerk te doen. Maar Flor die zag het wel zitten. Wij sleepten de stenen aan en Flor met een waterpas en een schietlood die zorgde dat hij perfect recht in dat huis zat. Hij zit er nog altijd in en hij zal er nog lang in blijven staan. Mensen van Elkrik en vrijwilligers zijn hier s'avonds, in de weekends, maar ook overdag soms als het wat rustiger was, komen helpen. Niet iedereen vond dat prettig, maar het was wel zo een gedragen gemeenschappelijk engagement. Want we hadden nu eenmaal dat huis gekocht en we wilden het dan ook wel gebruiken en inrichten voor onze Elkrik. Ik heb mij daar nooit mee gemoeid, om de zuivere reden dat ik daar niks van weet. Is dan de beroemde Vruis gekomen, waarbij we dus natuurlijk in de goede traditie ook zelf het gebouw moesten rechtzetten. Het enige wat ik mij er nog van herinner is dat ik inderdaad eigenlijk voor niks goed was, behalve voor te voegen. En zo hebben we dit huis gebouwd, met plaats voor onze eigen kantoren, met ruim vergaderlokalen die niet alleen door onszelf en door de toenmalige volkshogeschool konden gebruikt worden, maar ook door de kantoren die we verhuurden aan andere organisaties. Het was eigenlijk een soort bedrijvencentrum avant la lettre. We wisten het zelf niet, maar we hadden eigenlijk voor de sociale sector een bedrijvencentrum uitgevonden. Er zijn tientallen organisaties ontstaan uit Elkrik, dikwijls met een grote impact. Bijvoorbeeld de werkgroep Bijzondere Jeugdzorg, die ingespeeld heeft op de acties in Vrij en Vrolijk, die een hele grote impact hebben gehad op de evolutie van beleid in de Bijzondere Jeugdzorg. Dat is toen echt veranderd. Ik denk aan de Verenigde Actiegroepen Kernstoppen, VAX, die betogingen georganiseerd hebben in Doel, die geprobeerd hebben om het kernenergiebeleid in België grondig bij te sturen. Er zijn ook organisaties begonnen hier die nu nog altijd bestaan. Tweede kans onderwijs om mensen die vroegtijdig het school verlaten hebben als volwassenen toch de kans te geven om een diploma te halen. Basiseducatie om Nederlands te leren, om taalonderricht, om te leren lezen en schrijven. De kringwinkels bijvoorbeeld, die vanuit de milieuwerking was heel het idee van hergebruik, recyclage naar voren gebracht. We hebben dat gekoppeld met jobs voor lage scholen, langdurig werklozen. Er zijn de kringwinkels uitgegroeid waar dan nu 2000 langdurig werklozen in Vlaanderen werken. Dat embryo is hier begonnen. Net zoals Elkrik een broeikas was waar veel ideeën groeiden en waar organisaties uit ontstaan waren, was het jaarlijks volkskamp een soort warm nest.
Het Volkskamp is een gecombineerd ludiek-ernstige driedaagse die plaats heeft tijdens het Pinksterweekend in het aangename kader van het natuurdomein De Hoge Riele op het grondgebied van Lichtaard. Het Volkskamp houdt in info en vorming, film en video, doe-activiteiten, culturele animatie, optredens, natuur en sport en ook een volwaardig kinderprogramma. We hadden op een bepaald moment 700 mensen bij elkaar, waarvan 150 tot 200 kinderen. En de mensen konden daar blijven logeren in paviljoenen, in tenten, zodanig dat het voor iedereen betaalbaar was. Er waren dus vrijwilligers die de tent kwamen opzetten, die de bar kwamen doen, die de keuken deden, die de inschrijvingen deden. En dat was ook heel leuk, hè, dat mensen voor elkaar dat organiseerden. We plaatsten daar een geweldige feesttent. En s'avonds een orkestje, dus dat was zeker ambiance. Het eerste Volkskamp is eigenlijk ontstaan als een initiatief van Flor Fischer samen met vakbonden die de arbeiders en hun gezinnen op een gemoedelijke manier wilden bijeenbrengen en laten discussiëren over de thema's waar zij mee bezig waren. Maar heel snel waren daar ook andere mensen in geïnteresseerd. De mensen die naar Helkrik kwamen, die in de wereldwinkels actief waren en zo. En op een jaar of twee tijd is dat publiek sterk veranderd. En zo is dat eigenlijk geworden tot zo de ontmoetingsplaats waar alle progressief denkende mensen elkaar konden vinden. En dat initiatief is dan gegroeid en dat is zo toch wel een jaar of 20 meegegaan. Dus elk jaar was er een thema en daar zochten we dan sprekers over die ons eigenlijk toch wel wat nieuwe dingen konden leren. Zodanig dat mensen zo eens de gelegenheid hadden om over een aantal zaken na te denken, met andere mensen te discussiëren. Terwijl hun kinderen een fantastisch weekend meemaakten en op den duur zeiden we zelfs, het zijn de kinderen die de ouders meebrengen naar het Volkskamp, want dat was eigenlijk het succes van die formule. Men blijft daar met wat ik noem een oorlogsfilosofie. Men blijft het nucleaire wapen hanteren. Een wapen dat mensonwaardig is. En men geeft als verontschuldiging de afschrikking. Wel, de afschrikking op basis van een dergelijk wapen is niet geloofwaardig en ethisch niet verantwoord. Ik ben André Bogaert. Ik heb gewerkt in Helkrik van 1978 tot in 90 ongeveer. Ik heb wel twee keer moeten voor een jury verschijnen om te weten of ik wel geschikt was, maar het is dan toch gelukt de tweede keer. En dan ben ik zo begonnen hier als verantwoordelijke voor internationale solidariteit. En zo ben ik dan terechtgekomen in de vredesproblematiek. Als we het hebben over de, ja, een beetje het culminatiepunt van de rol van Helkrik in heel het netwerk van nieuwe sociale bewegingen, gekoppeld aan een maatschappelijk thema zoals vrede, veiligheid, is natuurlijk de periode van 879 tot en met 85 heel belangrijk geweest. Omdat je natuurlijk had het klassieke vredesgedachte uitgedragen door zeer klassiek georganiseerde organisaties, voor een stuk ook zuilgebonden. Verenigd in het toenmalige OCV, Overlegcentrum voor de Vrede. Toen ik in 1979 dan regelmatig die vergadering bijwoonde van het OCV, kregen we op zich ook de vraag voor een betoging tegen het DAVO-dubbelbesluit. En daarom hebben wij het FACA gesticht, omdat in grotere vrijheid, zonder dat we ons moesten iets aantrekken van de politiek, dat konden doen. En ik zie Flor nog denken, ja, als we met Jos, en hij dacht dat te groot, 10.000 man, ja, er waren 10.000 mensen. Dat was een heel druilerige dag, dat was geen ordendienst, daar klopte niks van. Organisatorisch, niet zo mee zeggen, hoe is dat mogelijk? Dat liep helemaal vreedzaam. En dat was, ja, er waren toch 40.000, 50.000 mensen die zeiden, het is genoeg geweest. Geen kruisraketten. Dus de tijdsgeest was daar en die heeft ons geweldig geholpen. En dan hebben wij daarop voortgespeeld. En ik denk met succes daarop voortgespeeld. In die zin dat wij dus ervoor gezorgd hebben dat die beweging via de Elkrikcentra en via de wereldwinkels vooral, dus een grotere verspreiding kreeg. De vredesbeweging vraagt uitdrukkelijk dat de regering ondubbelzinnig en definitief nee zegt tegen de raketten. Geen raketten, dat is duidelijk. Dat is politiek doen, geen raketten. Voor of tegen. En dan achteraf kwamen de nuances.
En de proza bij de begeleidende tekst, het was geen raketten. Weg die bommen. Punt aan de lijn, dat is politiek doen. Dus ook daarvan was het een mooi voorbeeld van hoe dat je door iets concreet te zijn kunt aansluiten bij de leefwereld van mensen. En dat leefde bij mensen. Tot in de kleinste parochiezalen werd er over vrede en veiligheid gedacht. Als je iets niet verstaat... Een zaaltje van de plaatselijke OCMW ergens in Vlaanderen. Huisvrouwen die willen bijblijven krijgen een diavoorstelling gepresenteerd over de problemen van bewapening en vrede. De eerste atoombommen werden vervoerd met bommenwerpers. Zo is de vredesbeweging groot geworden door geduldig uitleggen waar het volgens haar om gaat. Aan kleine groepjes mensen, van scholieren tot gepensioneerden, van militante vakbondsleden tot huismoeders. Overal in Vlaanderen, telkens opnieuw, maandenlang. We hadden natuurlijk in die tijd niet de hulp van de media. Er was alleen de BRT was er. En die stond onder de voogdij van de bussen en dat was een... strikt Atlanticus en een tegenstander van de vredesbeweging, maar ze konden natuurlijk niet naast de succes zien van onze acties. Of was dit het belangrijkste fenomeen van 1983? Dat honderdduizenden begaan waren met de vraag, komen er in West-Europa, dus ook in België, Amerikaanse middellange afstandsraketten of niet? Op 23 oktober stapte de grootste betoging die dit land ooit zag door Brussel. 300.000 betogers maakten duidelijk dat ze geen raketten wilden, nog in het oosten, nog in het westen. Leg die bommen, godverdomme, leg die bommen, godverdomme, leg die bommen, godverdomme, leg die bommen. Elke week heeft in de vredesbeweging een relatief grote rol gespeeld, in die zin dat eerst en vooral we met een zestal Elkerix waren, die dus verspreid waren over het land en dus telkens daar ook die problematiek aan het rollen hebben gebracht. Maar het is ook natuurlijk de functie die ik gehad heb en daarna Hugo na mij in het uitzetten van politiek van het vakken. Het is natuurlijk zo dat wij een situatie schiepen voor partijen die dus problematisch was. Wij verplichten hen van een positie in te nemen die niet de positie was van de regering. Hè. Sommige van die ministers of sommige van die mensen van het ACW steunden ons openlijk, maar moesten dan bakzeil halen enzovoort. Dus het is een heel boeiende periode geweest aan de politiek. En ik heb nog altijd een beetje spijt dat ik daar kansen heb laten liggen en heb moeten laten liggen, omdat ik ook natuurlijk door elke niet volledig kon vrijgesteld worden daarvoor. Ik had ook de plicht om cursussen te geven en dus dat was altijd een schipperen tussen cursussen geven en vergaderingen bijwonen en werk doen voor het vak. Hè. Wat ik mij herinner, hij was dus onnoemelijk geestig. Ja. En een van de keren wat ik fantastisch vond, dat was in Luchteren. We hadden daar de campagne. Buitenverblijf. Een buitenverblijf. En dat was een zeer mooi terrein. Dat is allemaal verkaveld. En daar stonden hier en daar heiligenbeelden. Sint-Jan Bergmans enzovoort. Levensgroot. Hè? En op een dag hadden die heiligenbeelden een gasmasker. Dat vind ik niet. Echt waar, echt waar. Maar die evolutionaire drang die in de mens zit, ik zou bijna zeggen in zijn genen, die revolutionaire drang om, simpel gezegd, de toekomst beter te maken voor zijn kinderen en kleinkinderen, dat blijft bij elke mens, in elke groep, in elke generatie. Maar dat krijgt altijd een andere uitdrukking. In het begin van de jaren 80 waren een aantal jongerenmarsen voor werk geweest, waar de jongeren op straat kwamen tegen jeugdwerkloosheid en werkloosheid in het algemeen. Honderdduizenden werklozen op dat moment in Vlaanderen en België, waar dat eigenlijk maatschappelijk geen oplossing voor was. Dat stond ook niet op de politieke agenda. En elke keer heeft toen gekozen om daarin te investeren. En ik heb toen gedurende een aantal jaren heel veel vormingen georganiseerd, studiedagen, gaan praten met werklozen, werkingen, contacten gehad met vakbonden enzovoort. En uit al dat denk- en puzzelwerk, uit al die contacten, uit al die netwerking, is dan uiteindelijk een organisatie gegroeid, Vitamine W, die als doel had om laaggeschoolden en langdurig werklozen aan werk te helpen. Opleiding voor laaggeschoolden, sociale werkplaatsen,
We hebben eigenlijk mee de basis gelegd van wat dan later de sector van de sociale economie geworden is. Maar het embryo daarvan is eigenlijk hier in Elkirk mee ontstaan. Een andere campagne die we ook gevoerd hebben was om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te krijgen. En om dat te doen gingen we naar alle partijvoorzitters en legden we aan hun cijfers voor van hoeveel vrouwen dat ze op de lijsten hadden en waar dat die stonden en hoe weinig verkiesbaar dat die waren. En dus wat we deden was hen confronteren met het feit dat het in deze tijd niet meer paste en dat vrouwen verkiesbaar, op verkiesbare plaatsen moesten staan. Nu, die campagne heeft ook succes gehad en in 1991 was het de eerste keer, in november 1991, was het de eerste keer dat er beduidend meer vrouwen verkozen waren. Maar helaas is dat ondergesneeuwd in de pers, omdat dat de eerste Zwarte Zondag was. De vriendschap tussen Hugo en mezelf, maar die ontstaan is in een werkrelatie die teruggaat tot 1991 bij de doorbraak van het Vlaamse Blok. In een schier eindeloze slier trokken tienduizenden betogers 4 uur lang door de Brusselse binnenstad. Jong en oud, Belgen en migranten, Vlamingen en Franstaligen, gewone mensen en prominenten van bijna alle strekkingen. Verdraagzaamheid betekent respect voor iedereen, dus ook voor mensen van een andere cultuur. Wij hebben respect voor de Belgen, dus wij vragen ook respect van de Belgen voor ons. Oh, wat zijn racisten dom? Oh. We dreigden te gaan naar een politieke situatie waarin de normale democratische functioneren bedreigd werd, dan moet je toch zeggen, ja, maar hey, hier is een probleem. En dat probleem dat lijkt uitgevochten, dreigt uitgevochten te worden op de armsten van de samenleving. Op een bepaald ogenblik is dan, hoeveel jaar is het geleden, Elkirk een beetje dreigen, mis te lopen. Toen de subsidies wegvielen en dus de Vorming Plus instituten opgericht werden overal, dan kreeg Elkirk ook geen subsidies meer. En heeft hij zijn oude makkers van zoveel jaar geleden terug opgetrommeld? Ja, als iemand anders dan Hugo dat niet dat zou gedaan hebben, dan zou die niet opgekomen zijn natuurlijk. Dan zou ze gezegd hebben, zeg, we hebben ons een tijd gehad, maar een mens gelijk Hugo laat je niet in de steek, dat doet er niet. Hè. En het huis bood dan mogelijkheden om hier andere groepen en andere mensen en andere vrijwilligers te herbergen en aan het werk te helpen. En dus nu loopt het huis nog altijd vol. Na de hervorming van 2004 is er heel weinig personeel overgebleven bij Elkirk. Van meer dan 20 ingeschreven mensen zijn er hier 2 of 3 mensen overgebleven om heel de activiteiten van Elkirk op poot te zetten. Wij zijn nu bezig de laatste paar jaar jaarlijks meer en meer lezingen te organiseren, lezingen, cursussen en ook natuurlijk de ontmoetingsmomenten. Filosofisch café en luistersalon. En zelf, Nawal en ik, samen met Hugo, organiseren al de lezingen. En we krijgen meer en meer volk die erop afkomt. En wij voelen ook de appreciatie van de mensen naar de hoogstaande kwaliteit van de lezingen. Wat wij ook doen is open deur houden naar organisaties, bijvoorbeeld als Ademloos. Ademloos zet zich in voor de sanering van het milieu in Antwerpen, als het milieu dat hier bedorven is als gevolg van verkeersoverlast. In de periode van de volksraadpleging vergaderden wij hier 1 keer in de week met 20, 30, 40 man. Want wij moesten 60, 70 duizend handtekeningen fysiek op blaadjes bij elkaar krijgen op een manier dat ze verifieerbaar waren, in een bepaald tempo en dat soort van dingen meer. Dus dat vroeg een grote, geëngageerde organisatie, puur op basis van vrijwilligers. Nou, dat was zonder dat die actie en dat verzet vanuit dit huis en vanuit onze gemeenschappelijke achtergrond niet mogelijk geweest. Dus dat, ja, zo kun je dus laten aantonen dat het in stand houden van dit soort van huizen en dit soort van organisaties van wezenlijk belang is voor de samenleving.
Ik ben Omar Ba, coördinator van het Federatie Afrikaans Platform. Wij vertegenwoordigen dus 116, binnenkort 140 zelforganisaties. En wij zijn vooral bezig met het begeleiden, ondersteunen en te fungeren als stem voor de Afrikaanse gemeenschap in Vlaanderen en in Brussel. Wij staan voor een pluralistisch open maatschappij waar iedereen zijn plaats heeft. Waar samenhang heel belangrijk is. Sociale cohesie wordt niet verkregen met angst. Hè? Angst is de vijand van iedereen, dat je blank bent of zwart. Racisme is een gevaar voor degene die er slachtoffer is. Maar uiteindelijk zijn we allemaal verliezers. Het gaat wel om een tolerante samenleving. En degenen die niet tolerant zijn, hebben een probleem. Wij zijn niet het probleem van de samenleving. Degenen die intolerant zijn, zijn het probleem van de samenleving. Nou, en dat is dat type van strijdbaarheid. Dat is hier in dit huis altijd aanwezig, vind ik. En voor mij dus een deel. Daarom hou ik van dit huis. Ik denk, zoals het woord het zegt, elker ik. Dagelijks komen mensen hier cursussen volgen. Dagelijks komen mensen hier in de café praten en koffie drinken. Op een heel toegankelijke manier. En wij zijn ook toegankelijk. Dus ik denk, door hier te zijn, we voelen ons op ons plek op veel gebieden. Dus wij zijn ook even toegankelijk. De deur is open. Wij zijn een luisterende oor. Wij begeleiden mee. Wij wandelen mee. En we proberen ook een pad uit te stippelen, zodat elke persoon de kans krijgt om zich te ontplooien. Hier in Elkerik leert men eigenlijk hoe men moet omgaan of kan omgaan met verschillen. En dat is vooral nu met die vreemdelingen. Je komt hier binnen en je ziet dus 50 nationaliteiten op ene morgen. En daarmee omgaan. En die mensen als fundamenteel dezelfde feeling hebben met die man of die vrouw als je zou hebben met een gestampte Antwerpenaar. Hier in Elkerik vind je verschillende nationaliteiten. Ik ben zelf een Congolees, een Belgisch Congolees. Je hebt een Israëlisch hier gewerkt. Je hebt een Marokkaantje, een Marokkaan. Je hebt nog Armenië. Belgen, allemaal. We noemen dat een multiraciale ploeg hier. En allemaal gaat goed. Dat is er het plezantste van. Hè. Wel, ik heb Hugo eigenlijk nog veel, veel vroeger leren kennen als surveillant in het Sint-Josef College in Turnhout, waar hij wel met de leerlingen te maken had die iets ouder was ik, maar ik kende hem van reputatie en van ziens. Want Hugo was toch redelijk beroemd of te berucht in de school. Nu zouden we hem een punker noemen eigenlijk. Zo. Die deed voornamelijk graag dingen die eigenlijk niet helemaal pasten bij zijn soutane. Ik herinner me nog dat we een keer wegens geweldig veel lawaai naar het raam van de klas gingen kijken en daar was Pater Ongena rondjes aan het rijden op het voorplein van de school met een brommer die hij eigenhandig hersteld had. Maar ja, dat was Pater Ongena, dat was... Elkerik was actie en vorming. En sinds 2004, ook omdat wij met zo weinig mensen zijn, heeft Elkerik zich meer gespitst op vorming, dus lezingen organiseren en een ontmoetingsplek zijn voor mensen van verschillende achtergronden. Het huis loopt hier vol. 2 dagen per week hebben wij geen enkele plek, behalve de toiletten worden in alle lokalen, alle overlopen, het café. Allemaal geven we ter beschikking aan de lessen Nederlands. Het project van de laatste 10 jaar heeft te maken met het geven van Nederlands aan vreemdelingen op basis van subsidies. En dat vind ik wel belangrijk, dat dat even op band staat. Dat we dus al 10 jaar zonder 1 euro hier met 40 vrijwilligers lessen Nederlands geven aan vreemdelingen die dan meestal niet in de kenniscircuits terecht kunnen. Wij beginnen met een cursist even in te schatten hoe hij met zijn Nederlands staat. Vervolgens blijkt of hij geletterd is in zijn eigen taal of niet. Degenen die geletterd zijn in hun eigen taal, die gaan naar de grote zaal.
En daar krijgt iedereen, alle leerlingen krijgen hun les via de mp3 te horen. En dan krijgen ze daar een tekst bij. En die tekst wordt dan in de mp3 voorgelezen. En dan daarna gaan ze daarop oefeningen maken. Afhankelijk van de inschatting van de begeleider, wordt dan op een gegeven moment besloten, ga jij maar naar de groep van Hubert. Want dat is nu een klontje mensen die ongeveer op hetzelfde niveau zijn als jij. En dan vertrekt hij naar Hubert. Sommigen zeggen, nee, dat doe ik niet. Ik wil in mijn eigen tempo, dat zijn meestal de hele snelle leerders, blijven werken. En ik vind het prima dat er zo nu en dan een docent naast mij strekt om me verder te helpen en te corrigeren. En daar zit dus van alles tussen. Mijn naam is Elbakash Aziza. Ik kom van Marokko. Ik kom hier studeren in El Kerik. Kijk, ik ben veel alleen. Als ik ga naar het gemeentehuis of naar het ziekenhuis of naar de, ik kan mijn papieren lezen ook. Ik ben veel beter. Ja. Wij zijn een beetje een opvangnet, want voor principieel staat dat die mensen onmiddellijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er wel aangeboden worden in het officieel circuit. Dus dat we niet willen marginaliseren, integendeel, we willen ze daarin brengen. Maar er zijn nu al hier wachtlijsten tot het einde van het jaar. Is het waar? En hoeveel mensen kan je tegelijk? 150 ongeveer. Het grootste deel zijn gelukkig mensen die al kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal. Maar er is een aanzienlijke groep, langzamerhand ook, van analfabeten. Dit zijn mensen die vaak op wachtlijsten staan voor de reguliere taalcursussen. En zij kunnen hier al heerlijk een start maken. Bovendien, voor degenen die op de reguliere scholen zijn uitgeleerd, is dit een uitstekende herhalingsplek. Ik heb een beetje Nederlands geleerd, maar ik was altijd goed aan het praten. Zoiets, ik was niet verlegen. Doordat ik heb toch niet slecht Nederlands geleerd. Ik geef les aan mensen die minder kennen als ik. En ik volg mensen die Russisch van Oekraïne komen, die Russisch spreken. In Afghanistan, ze spreken ook Russisch. Er zijn verschillende mensen die, aan wie ik kan helpen. De lessen Nederlands geven aan vreemdelingen is eigenlijk een meer dan vreemdelingen woordjes leren. Uiteraard, als je van Afghanistan komt en je kunt niet lezen wat er op de bakkerij staat, op de vitrine van de bakkerij, dan is het nodig dat je leert dat daar bakkerij op staat. Maar een taal aanleren van mensen die totaal hun eigen netwerk, hun eigen leefwereld zijn gerukt en die hier eigenlijk identiteitsloos, die zichzelf niet meer kunnen identificeren. Dat is een groot probleem van de fundamentalisten van de islam. Dat zou ons te ver voeren. Maar die mensen via de taal ten eerste zichzelf kunnen ontdekken en ten tweede in de samenleving kunnen functioneren. Bijvoorbeeld in mijn eigen lessen onlangs een Afghaan die stokstijf blijft staan omdat er alleen nog maar plaatsen over zijn naast dames. En dus ik zeg, meneer Wijs, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, kan niet zitten. En dan probeer je hem duidelijk te maken dat zitten naast een mevrouw ook geen enkel probleem is. En op een gegeven moment onder luid gejuich van de groep zijgt hij naast een van de andere vrouwelijke cursisten en zit daar te stralen en merkte inderdaad dat hij er niet aan dood ging. Op dat vlak engageren wij ons om die mensen zo voor een heel toegankelijke prijs lessen te komen volgen en zo de taal te leren en zo snel mogelijk te integreren in onze cultuur, in ons land. Wat dat voor hun heel belangrijk is om hier te kunnen blijven. En daar ben ik heel blij om, dat ik daaraan kan meewerken. Als ik in mijn eigen bureeltje binnenkom, dan zie ik nog altijd 3, 4 voegen tussen 2 bakstenen die niet opgevuld zijn. Dat vind ik schitterend als gevoel voor mezelf. Het is nog niet gedaan, er moet nog gevoegd worden.
Dus als je met mij zou rondgaan in het gebouw, dan zou ik kunnen zeggen, hier, kijk eens, dat is nog, dat wacht nog op voltooiing. Ik vind dat grandioos. De polder moet waken, van wil daar aan doen? De machtigen hebben gesproken. Je kunt daarom treuren, maar dadelijke poen, het al dat de witte gebruiken. Je moet dat dan verder, we staan in de kaal. We werden bespot en vernederd. Toch doet het me pijn, dat verbijte gevoel. Want mijn grootmoeder was van den dood.